Met een brede lach is de koningin weer aan het werk. Via een videoverbinding had ze een gesprek met belangrijke mensen. Terwijl het vorige week nog best schrikken was voor de Britten. De 95-jarige Elizabeth kreeg ineens klachten en moest naar dit ziekenhuis voor onderzoek. Na een nachtje mocht ze weer naar huis, vertelde de Britse premier Johnson. Her Majesty is, you know, characteristically back at her desk at Windsor as we speak. So we sent her every possible good wish. Wat er precies met haar aan de hand was, is niet bekendgemaakt, maar ze moet rustig aandoen en heeft een paar afspraken afgezegd. In 1953 werd Elizabeth koningin van het Verenigd Koninkrijk. En nu, bijna 70 jaar later, is ze dat dus nog steeds. Daarmee is ze de langstzittende vorst ter wereld. Wil ze de langstzittende vorst ooit worden, dan zal ze nog even door moeten. Het record staat op naam van deze man, Lodewijk XIV, ook wel de Zonnekoning genoemd. Lang geleden regeerde hij Frankrijk ruim 72 jaar. Maar als Elizabeth's gezondheid ertoe staat, kan het maar zo dat ze dit record breekt. Want zelf stoppen met werken, dat is niet gebruikelijk in Groot-Brittannië. Pas als een vorst echt niet meer kan of overlijdt, neemt de troonopvolger het stokje over. Dat is anders dan bijvoorbeeld in Nederland. Hier is het heel normaal als een koning of koningin zelf bepaalt af te treden. Zoals prinses Beatrix deed in 2013. Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen. Maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. Tja, dit zal koningin Elizabeth dus niet zomaar doen. Zij lijkt nog niet van plan te stoppen en dus moet haar zoon, de 72-jarige prins Charles, nog even wachten.